Hoi, leuk dat je kijkt naar deze nieuwe video. Vandaag ben ik samen met... Nikki! Yay! Vorig jaar hebben wij ook een hele leuke Applejack video opgenomen. Want het was een Black Friday en dat is het vandaag weer. Het is al wat later, dus we gaan zo lekker naar binnen. Want ik heb het echt super koud. Maar vandaag gaan we dus weer een hele... Oeh, ik trilde, zag je dat? Maar vandaag gaan we een hele leuke video weer opnemen. Dus we gaan jullie weer lekker meenemen. Vergeet je nog hieronder, hier, daar, te abonneren. En natuurlijk een duim omhoog te doen. En dan gaan we weer... Dan gaan we beginnen aan deze hele leuke video. Oh, wat licht hier weer. Oké, we zijn dus al in Applejack, joh. En we staan even bij de laarsafdeling. Want onze mevrouw Nikki is al heel erg lang op zoek naar laarzen. Maar ze heeft natuurlijk, heeft net als mij, zit in de familie een hele lastige maat. En ik heb net voor Nikki een laars uitgekozen. Even kijken. Dit is er eentje van Applejack met lak. Dus we gaan eens even kijken. Nou, ik heb Petris aan met blauwe lak is het niet echt, maar meer... Ja, ik vind ze echt heel gaaf, maar de prijs is wat minder gaaf. En ik groei nog een klein beetje, denk ik. Dus ik ben bang om zeg maar hele dure laars te kopen en er dan na een jaar of zo niet meer in te passen. Dus ik koop eigenlijk liever zeg maar nu goedkope laarzen, tot ik helemaal ben uitgegroeid en dan pas... Dure laars, maar het is wel echt heel gaaf. Ja, ik vind ze ook heel mooi. Ze passen echt perfect. Ja. Dat is het leuke ervan. Ze passen echt helemaal perfect. Ja, en de laatste tijd was het dus de hele tijd van, ja, je hebt een moeilijke beenmaat. En je moet ze dan echt op maat laten maken. En daarom hebben ze ook zo lang gewacht. Want... En Brit staat die 3 seconden binnen en ze pakt er gelijk 2. Ja, die passen. Die past ook, inderdaad. Ja, echt heel gaaf. We hebben heel wat vestjes uit de kast getrokken. Ik heb echt gewoon van alles zo van het rek afgetrokken. Nikki heeft een hele leuke jas gezien. Echt super mooi. Hij is bordeaux rood, niet echt bruin. Ik heb, wat jij deze erin gegooid? Deze heb jij erin gegooid. Ja. Deze heeft Nikki er nog in gegooid. Het is een vestje van mijn HV Polo. Ja, Teddy heeft ook erin gegooid, hè? Yes, want ik wilde kijken hoe dat zat. Ik heb, ik weet niet zo goed wat ik hiervan moet vinden, maar ik dacht ik ga het gewoon passen. Wie weet, staat het wel hartstikke leuk. Deze heb ik nog. Ik ga heel hard twijfelen als ik het zie. Ik voel me net een boef, man. Dat ben ik ook wel soms, maar... Oh, deze. Dus we hebben alle drie... Drie dingen. Alle twee, alle twee hebben drie dingen. Het gaat echt super, super goed met mijn rekenkunsten. Vandaar dat ik ook geen rekening meer heb. Dus we gaan het allemaal maar eens eventjes passen. Ik heb deze aan. Ik heb wel het idee dat hij een beetje aan de korte kant is. Dus ik ga zo even kijken voor maatje grootte. Het enige wat wel opvalt, is dat het staat een beetje open. Pregnant. Dus dat valt me wel op. En als ik hem dan nog een maat groter moet nemen, ben ik wel bang dat dit helemaal zo gaat staan. Dus... hij is wel lekker warm, maar hij is dus wel een beetje aan de krappe kant. Maar ja, dat heb je met lange... Die 50% op je... Het doet het wel zo, ja? Ja. Wacht. Ik bedoel trouwens zo, want hij is niet goed. Nou, Nick gaat nou de jas aan doen. Oh, dat is wel lekker. Er kan nog geen wind en zo doorheen komen. Wow, die moest er ook echt weer bij, hè? Ja, tuurlijk. Ik heb het nog. Ik lijk wel 6 keer zo groot, zo dik eigenlijk. Maar op zich, deze rare dingen hebben ook echt. Ik heb het idee dat hij heel groot is, man. Ja, ik zo. Maar het is volgens mij maar een S. Nee, hij is echt groot. Ja, ja, want ook hij valt een beetje naast je schouder. Bij sommige modellen hoort dat ook wel, maar nu valt hij wel heel groot. Nee, hij is te groot. Ja, jammer, ik schat. Ik vind het ook nog wel een kleinere mate, maar... Ja, sorry. Ik vind de kleur wel mooi. Ik vind het ook een leuke kleur. Echt wel een winterse kleur. Ja, en ook met Perusa. Dus Perusa is een vos. En dan... Ja, dat staat leuk. Yes, matchy. Maar thumbs down, want het gaat hem niet worden, maat. Helaas. Nou, we hebben allebei zonder te wisten hetzelfde vest aangetrokken. Ik heb zojuist een L gepakt, omdat natuurlijk een maatje M voor mij dan eigenlijk net niet goed zat. En precies wat er dus gebeurde. Oké, precies wat ik dus al dacht. Mijn camera ging uit, is dus dit. Het staat hier onder, dus het valt bij deze nog wel mee. Maar het is hier gewoon... Nou, ziet het wel goed. Het is hier helemaal wijd. Dus zeg maar, het model armlengte is nou nog wel aan de korte kant. Maar nou is het hier te groot, dus zie je, dat ben ik anders. Ja. Dus helaas. Voor mij vind ik hem wel leuk. Maar dit is maat S en ik heb denk ik XS, omdat die jas ook S was. En deze is nou ook S en die zijn gewoon allemaal te groot. Dus ik denk dat ik van alles even een XS moet pakken. XS moet zoeken, om toch te weten hoe het zit. Ja. Ja. Oké, okay, en ik... half. Ja, bij mij is het gewoon... Het is heel lastig. Ik heb gewoon lange armen. En we zijn niet zo dik.
Dus dat scheelt. Dus ja, dit is gewoon... elk model is anders, dus we gaan het zien. Zo, scherp stellen. Hier op deze mooie kale, ja. Nou, we hebben allebei weer vesten aan. We hebben weer allebei havenpolo aan. Die is altijd gewoon veel te veel. Ik vind die van Nicky echt heel erg leuk. Hij valt wel een beetje weg op camera, maar wacht. Blijf staan. Dit is dus de hele structuur. Ja, ik vind hem ook leuk. Het is wel, dit is ook wel fijn tegen, zeg maar, de wind, ja. Maar het is wel dat dit heel snel vies wordt. Ja, dat dacht ik dus ook inderdaad. Hij is niet zo duur volgens mij. Kan je zeggen, wat hier? Weet ik niet waar hij zit. Nee, hij zit achterin. Hij zit bij je nek. We gaan even voelen. De camera ziet het als eerst. Nee, niet. Hij kost nu nog, even kijken, 50% van 80 is 40 euro. Ja, dat vind nog. Ik op zich wel veel voor zo'n vestje. Ja. Aangezien ik zeg maar, dit wordt gewoon heel snel vies. En hoe lang blijft het mooi? Ja, en ik ben ook niet zo'n persoon die dan zeg maar heel snel vestjes naar stal draagt. Ik doe meestal gewoon een trui aan. Ja, dan zou ik het inderdaad niet doen. Ja. Ja. Als je dan 20 euro was geweest, had ik het wel gedaan. Gewoon voor... Maar wat is er nog 20 euro deze tijd, hè? Oh, dit is wel jammer. Vind je? Het is misschien wel lekker. Beetje frisje. Ja, nou ja. Nou ja, het is bij jou een... Jammer. Hij is wel leuk. Hij is wel zeker leuk. Ik heb deze aan. Lijkt een beetje op wat ik gehad heb. Maar ja, hè, dat is de prullenbak ingegooid. Ik vind het heel leuk. Het is meer een jas idee, zeg maar. Alleen, ook dit is weer een L. Mouwlengte is nu beter. Maar we staan hieronder weer helemaal open. En we lijken wel zwanger. Kijk dan, Nick. Als ik zo zit, lijk ik echt zwanger. Ja, sorry. Dat is gewoon een balen. Want voor de rest vind ik hem heel mooi. Ik weet eigenlijk niet wat hij gekost zou hebben. Nick, SOS. Oh, sorry. Ik was even aan het appen met papa. Hij is 80 en het is een 50% korting, dus 40. Kan het aangetrokken worden? Is het zeg maar zo'n capuchon ding of zo? Ja. Lijkt je. Maar ja, het is gewoon weer jammer dat het weer mij weer gewoon niet past. En dan lijkt het net alsof ik echt zware obesitas heb, zware anorexia, maar... Moet je nou niet gewoon een maat... Oh nee, dan zijn de mouwen te kort. Ja, dat is het dus. Ja. Dus helaas, thumb down. Nee. Dit ga ik echt niet kopen. Oh Nick, dit is echt een grap. Kijk dit. Nee. Kijk, als het nou blauwe strepen waren geweest, was het misschien leuker geweest. Maar ik vind dit echt... Nou, wel lichtblauw, anders lijkt het wel een beetje. Ja, ik vind, kijk, hier is het dus. Dit is een maatje M. Mouwlengte, ik heb zelfs over. Dit is netjes. Precies het minste. Vestje, zeg maar. En dan zijn de vestjes alweer op. Dus helaas, pindakaas, we hebben pech. Zo, nou we hebben het heel de kleding dingen nog een keertje gehad. En nou, heel veel is wel havenpolo. En ik moet zeggen dat ik op zich nog wel een beetje vind tegenvallen hoeveel er eigenlijk tussen hing. En vooral ook omdat heel veel maten natuurlijk al weg waren. En we zijn natuurlijk ook gewoon wat later, dat klopt ook. Maar gewoon op zich qua pasvorm viel bij mij best wel veel tegen. Terwijl normaal kon ik eigenlijk best wel veel vinden. Ik bedoel, je hebt meer sale video's gezien dat ik eigenlijk wel heel veel pas. Ja, voor de rest... Dat is altijd een beetje met de Black Friday. Ik denk als je naar Amerika of zo een keer zou gaan, dat je echt niet weet wat je overkomt. Maar we hebben wel even gewoon weer even gekeken en het is hier nooit vervelend om te zijn. Dus we gaan nog even kijken een beetje en dan gaan we zo meteen weer richting kassa. Beste. Oeps. Ik zal net ook schuimpjes. Oh. Heeft u nou een brede club? Mm-hmm. Kijk, want ik heb deze. Deze vormen. Maar deze loopt zeg maar meer door naar de klep. En deze is eerst. Oh, soepel. Oh ja, als je wil. Kak. We gaan hem even weggooien. Nee, zo kloppy. Ja. Gaan we. Godsamme! Zet ik op deze? Drie keer een scheeprecht, oké? Ja. Die wil ik. Oh, sorry. Ik wil geen van deze. Ik zou die wel leuk vinden. Nee, ik ben veel te blij met mijn eigen. Ja, maar ik heb er geen. Ja. En? Oh, het is mooi.
keurboek. Ja, de keur is heel duur. Ja. Kijk. Ah, oké. Ja, ik vind hem ook heel gaaf. Maar ik vind het niet echt iets om, zeg maar, dagelijks mee te rijden. Nee, daar zit er mooi voor eigenlijk. Ja. Wat kost die? 204. Maar daar gaat 50% korting op. Ja. Ja, Picur is best wel duur. Mm-hmm. Er is er ook geen in een kleinere maat, volgens mij is het niet mijn maat. Dit is een XL volgens mij. Als ik hem voor de lol heb gepast. Ja. Het is een maat 40. Ja, dan pas ik niet zo goed. Oh. Gaat ermee gooien, Nick. Het is gratis. Zoiets. Dit zijn die nieuwe. Moet je dit eens indrukken? Oh, dat is lekker. Is het... speciaal voor de oh my god. Ja, dan blijf je dekje liggen. Oh, gaaf zeg. Dit vind ik goed echt zo gaaf. Echt goed voor King dit. Want yeah. King zijn zadel schuift uit door zijn hoogschool. Knetter, deze is mooi. Oh, dat is mooi zeg. Oh my god. Zo, we zeiden dus daar straks dat we naar de kassa zouden gaan, maar we hebben niks. Yeah. Allebei niet geslaagd. Ik moet zeggen dat ik het wel, zoals ik net ook al een beetje zei, dat ik het wel een beetje vond tegenvallen. Wel ook nog een heel erg mooi dekje van de jeugd gezien, maar ja, die is niet echt... per se heel bijzonder, want we hebben er pas 7. Niet bijzonder meer. Oh mijn god, ik zie er nog in hangen, Nicky. Waar? Daar nog een Lemieux. Ook die Loire. Daar iets verder. Bij de turquoise. Nee, beneden. Helemaal onderaan. Naar rechts. Rechts, Nicky. Andere rechts. Hij hangt daar. Ik ga inzoomen. Hier. Ja. Dat is de springvariant. Maar die heb ik dus in de normale versie, die kleur. Hij valt heel donker op camera. Hij is lichter. Wacht, misschien zo? Ja, beter. Ja, oh. Ik vind deze ook heel mooi. I love it. Ja, ik vind dit zo leuk. Ik zat tijdens het rijden gewoon zo zitten zo. Lekker knijpen. Ja. Maar ja, we hadden dus allebei verwacht dat er iets meer zou zijn. Omdat er dus vooral bij de sale dus heel veel wel HV Polo was. En is dat heel leuk. Maar als je dat dus niet past, net als ik, dan heb je er niet zoveel aan. En er is ook wel Applejack eigen merk, maar ik vind dat niet helemaal mijn ding. Ja? Wow. Ik wil hebben. Heftig. Dus ja, we gaan helaas naar huis zonder iets. Wie weet zie ik nog een keer iets online of zo, ergens anders of hier gewoon bij de Applejack wel. Ik ga vanavond gewoon nog even de site doorscrollen. Ik ook. En vooral nu ik er zeg maar achter ben gekomen dat ik wel laarzen pas. Want vorige keer had ik dus heel gevraagd van een medewerker en die zei dat ik dus eigenlijk op maat moest laten maken. Ja, dus niks paste, ja. En ik pak er 2 gewoon random hè, uit de dingen. Niet eens kijken welke maat het was en ze passen allebei. Dus... Nee, en weet je, het is binnenkort voor de kerst, Sinterklaas en mijn ouders die... zijn denk ik wel bereid om zeg maar iets cadeau te geven. Ja. Bijvoorbeeld, of dan betaal ik mee, snap je? Maar ik ben in ieder geval wel blij dat ik in ieder geval laars heb die dan wel ja, dat passen, je in ieder geval weet dat er wel iets past inderdaad. Ja. Maar ja, voor nu gaan we dus naar huis. We hopen dat de video nog wel erg leuk is geworden, want we komen gewoon elke keer terug. Dus je weet, gaan we volgens mij wel naar een andere winkel. Weet ik veel waar. Dan heb ik ook mijn rijbewijs. Dus ik wil jullie nog bedanken voor het kijken naar deze video. En ik zie je graag bij de volgende keer weer. Doei! Doei!